We hebben weer de lenteactie. Om de lente te vieren, korting op een persoonlijke reading. Alles voor de helft van de prijs. Aan te vragen via mijn website. Oké, dan gaan we nu door naar de video. De legging voor de kreeft. Voor half april. Samen creëren en nieuw leven. Nou, dat is een nieuw leven wat je met iemand gaat beginnen. En dat nou ja, houdt dus in dat je een oud leven achter je moet laten. Dit gaat om een vrij grote verandering in jouw leven. Dus om met deze persoon samen te kunnen zijn, moet je echt een grote verandering doen. Het houdt echt in dat je een oud leven achter je laat. Iets wat bekend was, iets wat heel lang zo is geweest. Dat ga je laten en je gaat naar iets nieuws toe. Iets wat je heel graag wilt. Iets wat je zelf hebt bewerkstelligd. En toch vind je het spannend om te doen. En moeilijk. Verdrietig ook. Je bent nog wat in twijfel. Je bent nog aan het nadenken over wat je precies moet doen. Of je het gaat doen, of je het durft, of je het kan. Ik denk wel dat je het kan. Ik weet het wel zeker met de magier. Maar je moet er zelf in geloven. En transformatie met de dood. Het is een hele positieve verandering. En ik denk dat je dat wel weet zelf. Maar toch, ik snap het wel, wat gaat veranderen. Kijk, verandering is goed, hè? Verandering is groeien. Maar het oude en het bekende
achterlaten, loslaten. Om voor iets nieuws en onbekends te gaan. Dat kan erg spannend zijn. Denken aan het verleden, leren van het verleden. De liefde komt eraan, dus vertrouw daarop. Oh, en de verlovingsring. Partners, voor altijd. Samenkomen. Dus dat is wat er voor je staat te wachten. Dus durf je het aan? Ik denk het wel. Met zo'n mooie nieuwe relatie. Een fijne nieuwe relatie. Iemand met wie jij samen... dat nieuwe leven kan opbouwen. Samen gaan creëren. We gaan heel snel gaan er... Het is eigenlijk op het moment dat jij zover bent. Dus dat jij zegt, ja, nu ben ik er klaar voor. Dan gaat het heel snel allemaal. En het is echt alleen een switch. Een knop die je moet omzetten in jezelf. Voor jezelf. Want die andere persoon is er ook klaar voor. Dus het is alleen nog eventjes jouw transformatie. Waarop wordt gewacht. En dan kunnen jullie vooruit. En dan het is allemaal niet zo erg. Het voelt vrij zwaar aan. Het is ook een grote verandering hoor, dat wel. Maar het is niet zo zwaar als je denkt dat het gaat zijn. Als je eenmaal die eerste stap hebt gezet, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Dan hoef je niet meer bezig te zijn met het verleden. Dan kun je kijken naar de toekomst en vol vertrouwen die toekomst tegemoet gaan. En dan kunnen jullie samen gaan genieten van jullie nieuwe leven samen. Oké, nou, heel veel succes hiermee.